Signaal. Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe video. En een andere video dan normaal. Het is namelijk een reisvideo. Ik ga de komende 16 dagen verblijven in Afrika. Ik ga nu namelijk bijna, het is kwart over vier, ik vertrek zo naar Schiphol. En dan vlieg ik naar Tanzania, Kilimanjaro om precies te zijn, het vliegveld. En Tanzania, dat ligt in Afrika aan de Oostkust, ja, aan de Oostkust. En daarna, daar spendeer ik een groot deel van mijn vakantie. En dan ga ik op safari en shit. En daarna ga ik naar Zanzibar, dat is het eiland ernaast. En daar ga ik lekker chillen. Nou ja, niet alleen ik, ook met mijn ouders. Maar en in totaal ben ik 16 dagen weg. En ik ga er twee video's van maken. Eentje van Tanzania en eentje van Zanzibar. En ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Dus dit wordt met heel veel sfeerbeelden ook en zo. Dus let's go! Ik ben op Schiphol en kijk, hoi. Wie ben je? Roos. En Roos, waar ga je naartoe? Naar Amerika. Superleuk. En Roos komt naar mij toe en die wilde een foto. Superleuk dat je naar me toe kwam. Ja. Echt heel gezellig. Staat je haar er nu beter op? Ja, beter. Zaten we in de lucht. Het was ongeveer een 8,5 uur durende vlucht vanaf Amsterdam, Schiphol naar Kilimanjaro. En ja, het was vol te houden. Goed, we zijn inmiddels geland en na een transfer zijn we eindelijk in de eerste lodge aangekomen. Oké, er zit een gekko hier trouwens, jongens. Wacht even, fuck. Waar zit die? Waar? Hier. Oh, daar! Zie je dat, jongens? Dat is een gekko. Zit gewoon in onze badkamer. Wij hebben net nog een hapje gegeten en welterusten. Tot morgen. Doeg! Good morning. Zoals je net zag, waren we in een stad. Ja, eigenlijk. We waren in Arusha. En dat is hier een beetje in de buurt, de grootste stad. En dat is wel heel gaaf. We liggen nou lekker bij het zwembad. Het is echt heel lekker weer. Vandaag was de eerste echte dag dat we op safari gingen en dat was echt, ik keek er ontzettend naar uit. They call them African massage, you know? Yes! We zijn dus nu in de lodge en deze lodge die ondersteunt zeg maar het weeshuis wat hierbij zit. Er zit namelijk een weeshuis naast deze lodge en daar ga ik dus nu naartoe om de kinderen te verrassen met wat cadeautjes. En daar gaan we nu naartoe en ik heb hier een zak vol met cadeautjes en zo. Dus dat lijkt me wel leuk. Er zijn hier ook hondjes. Het eerste wildlife dat we zien. Ja. Thank you very much. Yeah.
dat was zo leuk. We waren dus bij het Wezenhuis daar. Met een Bart Adema. Ik heb mijn potje gebed met ons jongen. Nee, ze waren echt super blij met de spulletjes die ik had gegeven. En ja, ik had nog even met ze gespeeld. Het uitzicht is echt prachtig. En morgen gaan we voor het eerst op safari. Met heel Bart Adema. Dus ja, dan neem ik jullie ook weer mee natuurlijk. Is het letterlijk? Ja, nou, je hebt de overkant, even kijken. Kijk jongens, kijk, is het letterlijk naap? Moet je foto's van nemen? Ik heb een... Er zit een aap in de val. Hij pakt ze allemaal. Ja, kijk nou. Oké, okay, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Geweldig. Hoe dom. Oh, wat grappig. Kijk, hij zit nou onder de auto. Hij is serieus in dat raam geklommen. Hij is nu dicht, maar heeft hij alle bananen gepakt? Zit hij nou daaronder? Slimme aap. Oké, okay, er zit een baboen daar. Oh my god, hij zit op het dak. Holy shit. Holy shit. Holy fucking shit. Als ik de ding niet dicht had gedaan, ik heb echt net super snel dicht gedaan, dan zat hij bij mij in de jeep. Als het zou gebeuren, zou ik echt een goede titel hebben, dan zou ik het Safari gaat misnoemen, want dan ging het ook letterlijk mis. Ik ben geen pranker jongens. Woe, heftige shit. Toen reden we eindelijk het eerste park, Ngorongoro Conservation Park, in. En dit is een conservation en dat betekent dat er ook mensen mogen wonen. En hier woont dus de Maasai. Dat is een stam die veel voorkomt in Kenia en Tanzania. Een leeuw, oh fuck. Een leeuw. Oh kut. We zijn hier echt fucking dichtbij. Ja, cubs. And one mother. And one mother. Oh, look at it. Hij eet een giraf. Zij eet een giraf. Oké, hier wordt dus letterlijk een giraf opgegeten. Nou, hij was al dood. Door de leeuwen. En ik weet niet of je dit wil zien. En anders moet je even skippen naar... Volgende beelden mogen als schokkend worden ervaren. Na de geweldige leeuwen zag onze ranger op maar liefst 4 kilometer afstand deze geweldige beesten staan, namelijk olifanten. Dat is geweldig. Voordat we naar een nieuwe lodge gingen, gingen we nog heel even terug naar de leeuwen die we eerder zagen. Dit is zonder twijfel echt mijn favoriete foto uit de hele safari. Hij is gewoon zo mooi en zo dichtbij. Nou, rise and shine. Het is tijd voor een morning drive.
En dat betekent dat je echt super vroeg je bed uit moet om beesten te spotten, want die zijn vroeg actief. Ja. Omdat het dus zo vroeg was en dat de tijd is waarop eigenlijk alle beesten gaan jagen. En kijk, de cubs. Oh my god. Ze had 3 kleintjes. En ze bleef maar lopen. En ze bleef maar lopen. En wij bleven haar volgen. Want ze liep echt een heel eind. En we waren echt een uur aan het volgen. Onze guide zei gewoon dat ze echt op jacht was naar eten. Omdat ze honger had. Gebeurde iets waar iedere cheetah alleen maar zou van kunnen dromen. Sappige hertjes. Ah.